4 jaar geleden kwamen jullie hier binnen met een zware rugzak, veel te groot. Hoop lessen, hoop pauzes, mooie reisjes, een prachtig gala en zo dadelijk het diploma. Ik ga gauw de microfoon overgeven, want jullie moeten in het middelpunt van de belangstelling staan. En ik ga de microfoon met heel veel pijn in mijn hart, en dan krijg ik ook een brok in mijn keel, voor de laatste keer aan onze lieve teamleider. Nou, hele goede avond allemaal. Mijn naam is Carolien van der Wouden en ik ben nog heel even teamleider van de MAVO. En dit is altijd de allerleukste avond van het schooljaar. Maar vandaag is het extra bijzonder. Het is mijn laatste avond hier op school. Maar het is vooral zo dat wij met de MAVO nog nooit zoveel gestaagde leerlingen hebben gehad. We hebben een slagingspercentage. En het is een gemiddeld cijfer van 6,54. Hier staat een hele trotse teamleider. En ik ben heel trots op deze leerlingen. Ik ben ontzettend trots op het team. Ik ben ontzettend trots op de OOP en ik ben ontzettend blij dat we zo goed met zoveel ouders hebben kunnen samenwerken. Zullen we het afvoeren? Oké, gaan we beginnen met ronde 1. Veel plezier. Telkens na mijn uitleg, wat het dan ook was, dan ging er stevast
een vinger omhoog. En dan vroeg jij mij, mevrouw, weet u dat wel zeker? Waarop ik dan antwoordde, ja, dat weet ik echt wel heel erg zeker. Nou, dan was je nog steeds niet overtuigd. En dan moesten we eerst met elkaar in discussie. En vervolgens ging je dan aan de slag. En dat hielden we zo ongeveer vol tot december, januari. En toen had je in de gaten dat datgene wat verteld werd ook wel klopte. En dat vond ik gewoon heel erg bijzonder. En ik heb je laatst nog gesproken en je gaat naar de modevakschool. En ik weet zeker dat als je zo kritisch blijft zoals je bij mij in de les bent, dan gaat het helemaal goed komen. En je hebt ervoor geknokt. Je hebt hartstikke hard gewerkt. Ik heb zelden zo'n bedreven leerling in de les gehad dan dat jij was. En ik zou zeggen, heel veel succes en gefeliciteerd. Jeroen, ik ga het lezen, want ik ben dus goed in dit soort dingen over. Ten eerste bedankt geweest om mee te komen. Je hebt er hard voor gewerkt en deze heb je dan terecht verdiend. Ik heb jou dit jaar leren kennen als een vrolijke, vriendelijke jongen die af en toe graag kletst. Maar op het juiste moment wel voor zichzelf kiest, zo heb je Duits aan kans terwijl je al geslaagd was. Misschien niet met het gedroomde resultaat, maar het zegt wel wat over je. En je kwam uit jezelf verhalen zitten bij mij in de les. En dan leverde je er wel betere cijfers op en goede gesprekken over van alles en niks. Het ging over voetbal, feestjes, over vrouwen, maar ook over school, over Duits en over jouw toekomst. En die vindt jij op het grafisch design bij de media vormgeving. En jouw creatieve kant komt daar volledig tot z'n recht. En samen met jouw sociale karakter en jouw doorzettingsvermogen ben ik ervan overtuigd dat jij het daar helemaal gaat hebben. Gefeliciteerd. Goedenavond. Ik wil Rick en Tim, ja, ander Tim, even naar voren. Sorry. En jou had ik ook wel gewild, maar helaas, dat mocht niet. Dat ging niet. Al is deze ook wel een beetje voor Senne en voor Tim. Maar ik ga het op jullie richten, heren. Tim en Rick. Twee jongens waar ik heel blij van word. Jongens die positief in het leven staan. Met een geweldig gevoel voor humor. Jongens die gezellig bij mij komen buurten in de pauze of een tussenuur en vragen hoe mijn weekend was en oh ja, ondertussen de pot met snoep leeg eten. Jongens met fatsoen en goede omgangsvormen. Jongens die goed de grenzen, soms de grenzen opzoeken, maar er niet overheen gaan. Jongens met wie ik heb gelachen. Jongens waar ik wel een hele klas vol van zou winnen. Jongens waarvan ik zeker weet dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan. Jongens waar toekomstige schoonouders, schoonmoeders blij mee mogen zijn. En jongens waar ik naar kijk en hoop dat mijn zoontje, als hij zo oud is als jullie, net zo leuk wordt. Jongens die ik ga missen. Dat was mijn speech. En dan heb ik nog iets voor jullie. En dan wil ik die achtste twee boefjes er ook nog even bij hebben. Ja, nu wel. En ik heb wat voor jullie. Namelijk een aandenken aan de laatste les maatschappijleer, waarin Senne en Tim het een fantastisch idee vonden om tosti's te gaan maken voor heel de klas. En Rick en andere Tim hen assisteerden en daarbij hebben geholpen. Ik ben nog steeds blij dat die dag het brandalarm niet is afgegaan, want dat was niet zo'n heel goed idee. Maar het was een geslaagde actie, dus weet het ook voor jullie. En voor jullie alle vier, ik hoop dat jullie nog een keertje komen buurten en het gaat jullie goed. Gefeliciteerd. Jos, Nicky. Ik wilde zeggen, veel te drinken uit de rij, maar Tim moet ook een aardig stap nemen. Hey Jos, ik was mentor voor je van je twee eerste keer, maar vier dit. Ik ken jou helemaal natuurlijk pas ervan, maar ik wist eigenlijk in de twee weken alles van Jos, want die gozer vertelt gewoon alles in los van Sam, wat hij niet kan uitgeven. Hij vertelt alles over handeltjes, bijbaantjes, waar die mooie inkomsten komen uit het genereren. Dus als ik ooit besluit wat anders te gaan doen, dan heb ik sowieso voor een tussenpersoon. Ik weet ook waar je dan, als je huis zoekt, krijgt je spullen moet verkopen. Namelijk de wasstroom of een wasmachine. Misschien hebben we dat aan, misschien niet.
En daarnaast heb ik ook nog andere dingen geleerd. Ik ben geboren in Togo Zwaarder, dus dan denk je dat je van alle ins en outs wel op de hoogte bent. Maar daar kwam ik dus mooi van terug, want ik kreeg van de heer Langeboom een briefje wat Jos aan het begin van het jaar van zijn moeder kreeg om je in te leveren. Je hebt ingelijst, die ga ik even voorlezen. Beste meneer mevrouw, Jos is tijdens het NK splitlopen tegen kade aangevallen. Hij heeft zich ermee verwond aan voet en heup. Wellicht dat hij de gymles niet kan meedoen. Ik hoop op uw begrip. Wat is splitlopen? Ik doe het geheim hebben over. Ik ken het niet. Ja, nee, dat zou ik echt even doen. Maar dat is gewoon. Dat is gewoon. Ja, ik heb er best een beetje op de kast staan. Maar leg maar uit wat splitlopen is. Want dat schijnt een. Ik ben net wat dicht bij aan Alkmaar. Oké, nou ja, dat is een bal die over het water ligt. En dan één keer overheen. En tijdens de tweede en de finale ronde doen ze ook een zeepers mee. En dan ga je flink op je bek, zoals je het wilde zien. Ja, dat is ja. En toen is hij een beetje vriend. Oké. Okay. Hey, luister. Jij hebt al een tijdje bij de Kokosoef in Plaza gewerkt. Als? Als de afwas en de koksopleiding. Ja, en ik begrijp dat je volgens mij al daar gaat, toch? Horecaopleiding. Gaat vast goed komen, gozer. Gefeliciteerd. Tim en Senne. Jullie zijn de lul. Lieve Tim en Sen, gisteren nog stonden jullie, zoals altijd, bij mij voor de deur van mijn kantoor. Hallo Caroline! Want sinds jullie alle voornamen van de docenten weten, maken jullie daar gretig gebruik van. Uiteindelijk was de conclusie van ons gesprek dat jullie terug zouden komen om even kennis te maken met de nieuwe teamleider en even te vertellen wie hier de baas zijn. Want jullie vinden wel dat jullie dat zijn. En ik ben benieuwd of jullie meneer Franke, of jullie ze een ongetwijfeld Stef gaan noemen, nog hebben kunnen inwerken gisteren. Is dat gelukt? Even handgeschud. Nog even voorzichtig. Oké, kan niet. Ik heb ontzettend met hem om jullie te lachen in het schooljaar. Jullie kwamen heel veel langs. Soms had ik niet eens gehoord dat jullie eigenlijk les hadden. Ja, verder hebben jullie vooral een extreem goede eetlust laten zien. Jullie hebben heel wat smerige frikandelbroodjes van mij genuttigd. Zo, wij houden hier pauze vandaag. Bij andere leerlingen zou ik daar wat tegen inbrengen, maar bij jullie had het geen enkele zin. Ook de snoepot hebben jullie heel vaak geleegd en bijna nooit gevuld. Eén keer, dat kan ik bijna nooit. Eén keer, dat klopt. Heel goed. Senne, om jou heb ik me heel weinig zorgen over maken. Mooie resultaten, goede werkhouding en je zaken in orde. Je bent geslaagd met alleen maar 6 en 7 en om eerlijk te zijn, dat wij dat ook allemaal wel verwacht. Tim. Jij hebt het wat spannender gehouden. Met moeite besloten team je over te laten gaan naar MAVO 3. En ook vorig jaar heb je het op de laatste moment gered. Ook dit hele schooljaar was het de vraag of je het zou halen. Je deed het gewoon. Ook in de thuissituatie heb je pittige tijden gehad, maar gelukkig gaat het nu goed, ben je gewoon geslaagd. Bij een hoop 6 en een 5 is je diploma lekker binnen. Nu nog wat tips voor Linda. Voor jullie allemaal. Op je vervolgopleiding kennen ze jullie nog niet. Het is dan ook best raar als je opeens een kantoor binnenloopt en daar gaat lunchen of gaat schoonmaken. Of de bril van de docent ongevraagd gaat poetsen, zeggen? Zeg wel. Ook iedereen bij de voornamen noemen valt niet overal goed. Maar de belangrijkste tip is: blijf alsjeblieft zo leuk als je bent. Neem die humor mee naar je nieuwe school. Tim, ik wens je heel veel succes op het Albeda, ons kort in bewegen. En Sandy, jij veel succes met de opleiding Laboratorium en Techniek op het Techniekcollege. Ik ga jullie gezelligheid missen en ik denk dat het voor heel veel mensen weer geldt. Tot ziens en dankjewel. Thank you.
ben ik daar moeten staan daar? Ik krijg nog als klacht van collega's dat ik een beetje binnen de moed praat. Dus ik probeer nu wel duidelijk te zijn. Ik heb ook sinds 2 jaar weg. Sorry dat. Ik begin met Jeppe. Kom met veel. Jeppe zag ik aan het begin van het jaar klacht gekomen en zag ik hem aan een paar weken later op het voorveld. Weet je dat nog? Hij verloor wel de wedstrijd, toch? Ja, ik heb een beetje voorbereid. Jeppe, ja, ik kan niet anders zeggen als een rustige, fijne leerling. Ik noem hem wel precies genoeg, want hij doet gewoon precies genoeg. Precies genoeg om over te gaan, precies genoeg om te slagen. Ik bedoel, je mag 2 keer 5 hebben als je maar 7 hebt. Nou, dat heb je ook. Dus ja, gewoon goed zou ik zeggen, precies genoeg. Blijf ook de rest van je leven dit minimaal doen. En het is precies genoeg. Teken dus dat volgende school precies genoeg is, die volgende ik dan nog gaan halen. En ik kan niet anders zeggen, ja, ik ben een hele fijne leerling geweest, fijne gozer in de klas. Af en toe een beetje kletsen, maar niet heel veel. Je gaat de opleiding in commercie doen, klopt nog steeds? Of is het veranderd al? Dat was niet definitief. Het is veranderd groothandel en logistiek. Oké, nou, ik wens je heel veel plezier, succes. Ja, en doe gewoon precies genoeg. En ja, als eindeloop heb je gezegd, eigenlijk meer dan goed. Succes. Johan! Ja. Ik had hem ook precies genoeg noemen, maar zijn cijfers ja, zijn ook gewoon uitstekend. Net zoals we hier. 3 keer 7, 3 keer 6 en 8. Ik ken hem nog vanaf de 2e klas. Dat had ik met jij. En toen zei ik al, ja, je zou eigenlijk naar de HAVO moeten. Dit jaar weer. Ja, niet gedaan. En dat maakt ook niet uit, want ik denk dat je hierna ja, gewoon nog heel veel opleiding gaat volgen. Ik heb alleen ja, nou, ik heb kunnen vinden wat, dat je manager transport gaat doen. Nog steeds? Oké. Okay. Nou, net als die diploma gehad, af en toe, dat is wel leuk, anekdote, dan stond hij opeens op en dan liep hij naar het bord. Ik ga hij nou doen. Maar als hij zijn lens vergeten in te doen. En dan kon hij mijn gepriegel op het bord niet lezen, dus dan liep hij daar fijn. En ook nog de befaamde uitspraak. Weet je nog? Man, man, man. Dat zei hij altijd. Man, man, man. Ik wens je heel veel succes en nogmaals gefeliciteerd. Peter. Ik ging het een beetje voorbereiden. En het enige wat ik voor je, woord wat ik voor jou gebruik is respect. Hoe je omgaat met aan jou gegeven leven. Hoe je omgaat met de voorbereiding voor school. Voor je gedrag, respect voor je gedrag in de klas. Gedrag tegenover andere respecten. Respect tegenover mij als docent. En respect, heel veel respect voor je, ik weet niet waar ze zitten, voor je familie. Met name je moeder, wist ik niet. Die hebben jou gewoon gedurende de jaren heel erg gesteund. Ik kan wel zeggen, ik ga er niet te veel op in. Maar ik denk dat als jij van de 4 jaar er 3 jaar op school bent geweest, dat veel denk ik. Hè? En toch ben je met vlaggenwimpel, kan niet anders zeggen, vlaggenwimpel geslaagd. 4 keer 6, 2 keer 7, 1 keer 8. En nou ja, het gaat je, ook jij, meer dan goed. Ja? Dat is hier. Meneer Fien van Stijn. Nou, kijk maar even hoe je loopt. Hij loopt altijd relaxed. Komt een beetje altijd binnen alsof hij zo uit de Corleone-familie komt. Altijd op zijn gemak, zo komt hij binnen. Op het eind maakt hij zich een klein beetje druk. Klein beetje. Want hij moest wel een herdoen. Maar ja, dat was eigenlijk maar een formaliteit. Want hij, als ik het goed zeg, moest hij, was het niet verleid, 5,8 halen. En hij had 7,4 gehaald. Nou ja, ruim. Dus super goed gedaan. Ik ben nog heel erg blij dat je geslaagd bent. Dat ben ik voor iedereen, maar zeker ook voor jou. Omdat ik me soms wel eens niet laten merken. Een klein beetje zorgen maakte. Maar ik wist hoe je een herging had, ging doen voor Nederlands. En zeker met meneer Van Dijk erbij, denk ik. Nou, dat komt 100% goed. Je krijgt er wat van me. Ik heb er nu niet bij, maar je krijgt er wat van me. Je weet wat, toch? Wat dan? Zegt hij ja. Dat zegt hij dus heel ja. Snap ik niet, hè? Ik doorvragen. Ongeveer. Maar ik heb er wel 5 van. Ja, ik laat wel meer dingen zitten vandaag. Dus ja. Als het goed is, ga je richting commercie. Vond nog steeds zo? Oké, okay. En dat ga je voor Albra. Oké. Okay. Ik wens ook jou meer dan goed.
zeker de tijd dat ik dan net er was, dat ik van alles ging opschrijven, van alle feitjes die uithalen, en dat ik dat dan hier zou gaan vertellen. Nou, je hebt geluk, ik heb bijna goed geschreven. Ik begin maar bij de wijze lessen die bij ons op school hebben gehad, en ik denk dat dat er maar één is. Is dat je geen dingen achter in de klas moet zeggen waarvan je hoopt en denkt dat de docent ze niet hoort. Want ze hoort ze altijd. Ik ga ze hier niet in aan. Goed, verder heb ik vooral een wijze les van jou gekregen. School staat voor jou, denk ik, voor gezelligheid, een beetje rondtrappen, zo af en toe een boek aanraken, maar zeker niet meer dan nodig. En je eigen pad kiezen, want dat loopt. In jaar 3 gaf je in je eerste gesprek aan, mevrouw, ik had misschien best een niveautje hoger gekund, maar ja, weet je, dan moet ik gaan werken en daar heb ik niet zoveel zin in, ik wil naar het mbo. Wat heb ik dit jaar vaak gemaild aan jouw vader, meneer Stam, hij scoort bij de meeste tussenmetingen onvoldoende. Hopelijk vindt u het aanknopje. Maar op zijn tijd deed hij wat hij moest doen en haalde hij gewoon een 8 voor zijn eindexamen. Dus er is mij niks anders te zeggen dan, het gaat je goed. Luca, ben jij aan de beurt? Luca, ik denk wel dat jij echt de meest vriendelijke leerling bent die ik ken. Als er één leerling is die het nooit zal laten om je netjes te groeten, dan ben jij het wel. Dat zei ook mevrouw van Wouw, ik weet niet waar ze is gebleven. En die zei ook altijd, als Thijs langs kantoor loopt, roept hij altijd even, hallo mevrouw van Wouden, hallo mevrouw van Zanten, hoe gaat het met u? Nou, aan mij nu dus de eer om het afscheid van jou te doen. Luca, na 2 jaar je mentor te zijn geweest, hebben we samen wel een patroon ontdekt. Je weet en kan veel, maar vindt jouw leven rondom school ook belangrijk. Vrienden, voetbal, familie, hoe je de tijd moet verdelen tussen al deze dingen, is ieder jaar weer een uitdaging. Op de 10e na redde je het net niet om naar de haven te gaan. En ieder jaar opnieuw deed je hetzelfde. Als het erop aankomt, weet je precies wat er moet gebeuren. Maar je wacht tot het allerlaatste moment. Dat je echt niet anders meer kan. Maar maak het in de rest van je carrière alsjeblieft niet zo spannend. Ik denk dat je ouders daar ook heel blij mee zouden zijn. Ik weet dat jij heel veel in huis hebt. En als je dat combineert met die vriendelijkheid, ga je ver komen. Succes! Ja, Emiel. Ik heb speciaal Emiel en meest gekozen omdat ik ze toch niet uit elkaar kan houden. En ik had er een trucje voor. Weet je wat de truc was? Meest praat altijd en jij zit helemaal niks. Dus vandaag gaan wij een praatje houden, de eerste keer. Ik heb gelezen in het grote jaarboek dat je ieder jaar op het laatst zorgde dat je nog maar 2 onvoldoende zat. Wat ging er dit jaar mis? Minder onvoldoende. Ja, inderdaad. Hij had een 7 voor Engels, waarschijnlijk door computerspelletjes. Of ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft, maar dat zou zomaar kunnen. En hij was 1 keer geslaagd. Dus dat was echt grote klas. Weet je al wat je gaat doen? Nog niet. Dat dacht ik al. Want ik kon niks vinden, ik daar weet het gewoon nog niet. Nou, denk je nog even over na. Misschien kom je vanavond ook weer in. Hey, gefeliciteerd. We gaan tekenen, mannen. Linde heb ik niet, dus dat mag ik niet zeggen.
maar daar is Niels dus zeer zeker een van. Echt een, de ideale schoon, zo hoorde ik net ook al, maar dat is deze meneer. Wat ga je doen hierna, weet je het schip in jouw vrouw. Kijk, als jongens een schip hebben. Van harte gefeliciteerd, ik ga even van jouw pak hebben.
Na de eerste klas schreef meneer Schutterij een positieve sterke leerling. En mevrouw Boot schreef na het tweede jaar: Max doet het erg makkelijk, leren doet hij misschien te weinig, maar hij haalt mooie cijfers. Moeder weet dit en hij zou misschien HAVO kunnen, maar zijn zelfvertrouwen is belangrijk. Dat moet groeien. Een bewuste keuze dus, want HAVO kan later altijd nog. Dat hebben ze goed gezien. BV was je rotvak, je zei dat je kunstelijk gehandicapt had. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt me heel lastig. Verder heb je het, zwaar, ja. Verder heb je 3 jaar geweldig gedaan. Volgens mij heb je het naar je zin gehad, heb je weinig slechte cijfers gehaald. En al op het begin van de derde klas hebben we met je moeder zitten puzzelen op de vakken, want je wilde naar de HAVO. Al jouw docenten stonden achter je HAVO-plannen en uiteindelijk heb je dat ook met cijfers laten zien. De cijferlijst met 4 achter, daar mag je bijzonder trots op zijn. En die leuke moeder van jou. Ik weet zeker dat mijn collega meneer de Gies een goede leerling bij je gaat hebben op de HAVO. Zorg dat je stevig aan de slag gaat in de eerste week. Het zal echt even wennen zijn aan het tempo, aan het type docenten, aan de zelfstandigheid. Wij weten eigenlijk allemaal wel zeker dat het je gaat lukken. Als jij ergens voor gaat, dan komt het goed. Veel succes! Justin. Als je maar gisteren terugleest, dan kan je de meldingen, dan kan je aanklikken alle. En dan krijg je alle meldingen van de afgelopen 4 jaar. Dan moet hij even laden. Want het is een lijstje, maar luister goed. Je ziet ook hoe jij het ontwikkeld hebt. Ik ben daar zelf getuige van geweest. De eerste jaren staat er vol met strafwerk, café, moetjes nakomen, grote mond, eruit gestuurd. Je bent iemand die impulsief is. Je reageert eerst en daarna denk je, dat was niet zo handig. De eerste jaren was je ook veel moe. En er is zelfs een korte periode geweest waarin je een beetje bent gepest. En zoals je wel vaker ziet, weet je daarna een beetje de klauw van de klas. Toen kwam de bovenbouw. Weinig incidenten, mooie cijfers. En als het niet goed ging, dan probeerde je er iets aan te doen. Ondanks tegenwind in je thuissituatie dat jij je best had. In het 4e jaar ben je eigenlijk probleemloos op het jaar gegaan. Serieus, gezellig. Daarnaast was je een prettige klasvertegenwoordiger met een eerlijke blik op de zaken. En begrip voor de school is altijd heel fijn. Ik vind het geweldig om te zien hoe volwassen je geworden bent. En daarom heb ik alle vertrouwen in jouw toekomst. Jij en je ouders mogen trots op zijn. Als ik het goed heb, ga je starten aan de techniekopleiding. Met een opleiding eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw. Ik geloof het. Fantastisch. Ik wens jullie heel veel succes. Lin. Nu gaat het komen, zegt ze al. 3 jaar geleden zaten wij samen op de trap. Ik heb geen idee waarom we op de trap zaten, maar ze voelen het wel. Jij bent je voet in het gips. We kennen elkaar een beetje, omdat ik jouw gestelde broer in mijn afdeling had. En je baalde dat je ging blijven zitten. Niet omdat je het niet kon, maar omdat je druk was met andere dingen. Ik weet het. Je zou naar maar voor 2 komen, dus we zouden gaan samenwerken. En op die trap hebben wij iets afgesproken. Weet jij nog wat het was? Jij zou je diploma halen en ik wedde met jou om een doorzichtige ballon met bloemen, want die vond jij zo mooi. Toen startte je in MAVO 2 en ging vlekkeloos op MAVO 3 en 4. Wij hebben nooit getwijfeld over je intelligentie, of je werkhouding of over je inzet. Je bent ruim geslaagd met 6, 7 en 8 en het is een 8 voor Engels, die telt mij het bedoel. Geen enkele twijfel over je kunnen. Maar! Regelmatig op twijfel over je gedrag. Als je het niet eens was met de gang van zaken. Als je je dag niet had als je boos was omdat je bij mij je gelijk niet kon halen. Als je ruzie kreeg met een andere teamleider. Die arme meneer de Gies is nog niet van mij gekomen. Die is er ook niet. Nee. Zijn we niet teruggeweest. Als je een andere leerling sloeg omdat ze verkeerd keek. Als je een nieuwe docent uitprobeerde. Als je niet bij de juiste mensen in de klas kwam. Er zijn veel momenten geweest, dat ik eerlijk over zijn, dat wij elkaar hebben gehaat. Maar dat duurde gelukkig niet lang. Altijd was jij vaak een dag later wegbereid om naar eigen gedrag te kijken. En soms zelfs excuses aan te bieden aan mijn slachtoffers. Ja. En daarbij moet ik zeggen dat de laatste maanden daar helemaal geen sprake meer van geweest. Je bent ook inmiddels officieel volwassen, dus je bent ook wel een beetje tijd. Maar fijn dat het allemaal goed is gekomen.
Het belangrijkste wat ik jou wil zeggen, is dat het aan de ene kant voor jou in de school prima is dat de samenwerking nu stopt. Maar aan de andere kant zal ik je missen, want het hebben wij een rommel gehad. Ik heb zoveel adviezen bij je gekregen over stokjes in gimpen, over mijn haar, over mijn nagels. En wat heb je vaak mijn bureau opgeruimd, omdat alles recht moet liggen. Wat hebben we verjankt samen? Op het moment dat je het echt heel moeilijk had, en wat hebben jij en Femke vaak prachtig voor mij gezongen. In de gang, maar ook nog een keer op de tafel in mijn kantoor. Lieve Lin, ik hou een beetje van je en ik ga je missen. Heel veel succes op het TIO en met alles wat daarna komt. En ik heb nog iets voor je, want belofte maakt schuld. Niet aan het begin helemaal, maar natuurlijk een beetje gebeurd. Ja, kwam je in de derde klas, weet je wel. Ja.
Nou, rustig meid. Kan niet anders zeggen. Die wel meer kan dan ze zelf denkt. Soms is ze wel een klein beetje. Hoe zeg je dat? Goed. Onzeker zonder dat het nodig moet zijn. Ze heeft het niet altijd even makkelijk gehad. Ik weet het ook al waar het natuurlijk niet altijd makkelijk met heeft gehad. Maar dat ga ik niet te hard zeggen. Ja. De onzekerheid van, ja, wat moet ik er nou voor doen? Wat moet ik er nou voor doen om een diploma te halen? Gelukkig geeft ze al die vragen, ja, over jezelf, over wat moet ik er nou voor doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik rustig blijf? Heb je al die vragen antwoord gekregen? Eerst gezocht, daarna overkregen. Nou, voor ons als docent is het natuurlijk ontzettend fijn om te zien dat leerlingen aan het begin van het jaar ja, op een bepaalde manier denken dat ze dan gedurende het jaar hij of zij, in dit geval jij, ja, vindt wat je moet doen. En aan het eind van dit gewoon glansrijk die diploma hebben gehaald. En daar was je niet altijd zeker van. Nee. Maar ja, neem dit wel mee naar de rest van je opleiding. En dat, ook al ben je niet zeker van wat je gaat halen, je kan altijd hard werken, doe je ook. Je kan de hulp vragen, ook bij je ouders. Ook de adviezen opvolgen. Jou dus. En uiteindelijk kom je dan daar waar je moet zijn. Dat gaat jou dus denk ik voortaan gewoon lukken. Want dit keer heb je natuurlijk diploma gehaald. Het heeft je heel veel vertrouwen gegeven. Dus ik wens je niet meer dan succes. Ik wens je heel veel succes en veel meer en meer, meer dan goed. Ja. Alles fijn als je iets voorbereid. Dat heb je een beetje houvast. Mevrouw Miletti, Aikoro. Kijk goed naar die bundel. Want hier is dus altijd. Ieder jaar weer een zogezijnde klas. Of een hele grote groep van leerlingen zogezijnde klas. Dat zou voor ons als docent heel makkelijk zijn. Altijd goed las. Altijd lief, altijd haar best doen. Altijd lief voor anderen, voor docenten. Ga maar door. Nooit een onvertogen woord. Altijd deze glimlach. Ik kan niet anders zeggen dat ze ja, goed las is. Goed las. En ik vergeet bijna te zeggen dat ze heel erg goed las is. De opleiding die je gaat volgen is office en management. Ja, dat gaat jou gewoon helemaal goed komen. Want je bent zo serieus en je, ja, zo eigenlijk verweven met de score, met je eigen opleiding, wat je wil gaan doen, dat het eigenlijk alleen maar goed kan komen. Er is geen andere optie. Ik wens jou meer en meer dan goed en heel veel succes. Goed gedaan. Ik zou graag Verlies en Tessa eventjes hier hebben. We gaan het even combineren. Ik bereid altijd alles heel goed voor, dat weet u. En dat is heel goed bekend hier bij deze school. Dus ik heb nu een plaatje voorbereid. Net even. Verlies. Wat voor een leraar heel erg is, is me bij jou een keer overkomen dit jaar. Jij stuurt mij een berichtje. Wat is mijn cijfer voor een bepaalde toets? En de toets die was weg. Hij was weg. Wat was er gebeurd? Nou, ik weet het wel, want hij zat nog in de envelop. Het was een toets woordjes. We doen altijd woordjes, want anders gaan de leerlingen te hoog zijn. Ze willen niet. We willen een beetje naar beneden drukken in het begin van het jaar. En dat is altijd heel slecht. Die toets is heel slecht gemaakt, want we moeten dan woordjes gaan leren. En ze mogen geen woordenboek gebruiken. Vorig jaar was die heel goed gemaakt, want dat ze wel een woordenboek gebruikt. Ja, dat mocht helemaal niet, maar dat is gebeurd. Dus ik heb daarvan geleerd. Ik heb woordjes laten overschrijven. Op bladzijde 65, en zet, ik zie ze zo voor mijn neus staan, die woordjes. 65 en 67 moeten ze overschrijven, alleen Tessa die deed dat niet. Toen heb ik besloten dat het een handelingsdeels was. Dus dan moest het, en toen heeft ze alsnog gedaan. Dat was heel verstandig. Overigens had ik niet snel voldoende voor de toets, als een van de weinig, dus het was fijn dat ik hem nog vond. En Verlies vindt het leukste van onze school eigenlijk het reisje naar de Efteling. En dus dat is toch wel heel erg fijn om nog even te memoreren. En van Tessa heb ik begrepen dat ze ontzettend veel geld heeft uitgegeven in de kantine. Nou, dat is ook, toch ook wel iets dat je zegt van nou, daar ben je wel goed bezig geweest. Wat gaan jullie hier nou? Want jij komt vanavond, maar je gaat niet terug. Wat ga je doen? Carianne? Ze gaat naar de stewardess. Oké. En Tessa? Ik ga naar de hospitality. Travel en hospitality. Nou, ze is in ieder geval heel erg beleefd. U
U hoort dat. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dames, succes! Goedenavond. Zo.
ik heb voor jou staan met een leerling die alles observeerde en je eigen weg ging. En je was serieus en zeer zelfstandig. Je zorgde ervoor dat je bij bent met stof en dat je werk piekfijn in orde was. Dat heeft geresulteerd in echt een prachtige eindlijst. Allemaal zeven voor Engels, wiskunde en economie, zelfs een 8 op de eindlijst uiteindelijk. En je centrale examen Engels met als Frans een 9,5. Maar wat er bijna bij kwam voor economie, haalde je ook nog een 8 op mee. Dus ja, dat is echt skyhigh. Ik heb begrepen dat je voorbereidende zakgroep gaat worden. Ja, pedagogisch medewerker en dan gespecialiseerd pedagogisch medewerker. En dan ga je kijken of zij wat precies inhoudt en voldaan. Ja, wat kenmerken die echt ook bij jou passen. Wat ze daar zeggen, ja, in de agrofische sector moet je betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer zijn. Nou, daar moest het over, hè. Dat zegt zeker aan jou, denk ik. En je bent flexibel, leergierig en zelfstandig. Allerlei dingen, hè, die ze daar graag zien. En als pedagogisch medewerker, was ik daar, heb je een functie als rolmodel en heb je een voorbeeldfunctie. Nou, dat is 100% aan jou toevertrouwd. Heel veel succes op de voorbereiding op jouw rol. Thank you.
bijna goed, dit is onderdeel van mijn vaatwasser. Ja, ja, dat is ja, ja, ja. Goed, het blijkt dat jullie toch wel wat leren hebben hier van scooters en techniek. Een aantal van jullie die gaan technische opleiding doen, daar wens ik je heel veel succes bij mag geven. Ik ga voor mij nog een korte, want eigenlijk hebben we, want dit is een quiz op winnaars, ik krijg allemaal toch nog nummer 1. Met een applaus. Hoe is het best anders? Ga naar de volgende. Lucas, niet zo goed. Lucas, ik heb jullie leren kennen als een hele rustige, maar vooral ook gedreven leerling. Ik heb je profielwerkstuk begeleid. Dat ging over spaceships die niet meer gebruikt worden. En dat was echt een heel interessant onderwerp. En je ging ook heel diep op dat onderwerp in. Een goede onderzoeksvraag. Ik begeleid ook profielwerkstuk van HAVO 5. En het niveau van jouw werkstuk haalt dat zeker. Dat vond ik echt heel knap. In Engels was je ook altijd heel erg goed. Je had voor je kerkluisters maar 1 foutje en dat was uiteindelijk een 9,7. Dat gebeurt hetzelfde, dus dat is ook een hele mooie prestatie. Op je eindexamen, ja, inderdaad. Op je eindexamen scoorde je een 8,3. Ook wel heel erg hoog, maar ik zag dat je wiskunde nog gehoord had. Ja, 9. 9, inderdaad, van eindcijfer 9. Hij is onderscheiden bij eindcijfer van 9. Dat was een 8,5, maar met zijn NC was het dus een 9 op zijn eindlijst. En een 8 van Engels op je eindlijst. Dat was een prestatie van formaat. Echt heel goed gedaan. Volgend jaar ga je engineering studeren aan het Da Vinci College. Wat wil je laten horen? Ja, ik weet nog niet precies. Met, ik denk dat het een heel mooi diploma gaat worden. Voor jouw kant aan wil. Gefeliciteerd, man. Je bent van HAVO 3 naar MAVO 4 gegaan en dat betekent voor heel veel vakken echt heel wat inhaalwerk. Voor aardrijkskunde heb je het hele programma van leer 3 gewoon eigenlijk opnieuw moeten doen. En je hebt eigenlijk de enige die het helemaal volgens mij volgestel als geen mij gedaan en daardoor aan het einde echt ruimte over het gehaald om een hele hard focus op je examen. Met resultaten heb je me echt prachtig geslaagd. Ik ken jou heel rustig hoe je hard kan werken en samen met Kai heb je er echt heel goed gewerkt in de lessen. Je gaat iets met vormgeving doen. Ik wens je daarbij heel veel succes. Ik hoop eigenlijk dat je uiteindelijk een beroep gaat kiezen waarmee je ook met mensen gaat samenwerken. Want naast dat je heel rustig bent, kun je ook echt heel goed samenwerken. Daarbij heb ik van je docent die heeft stage heeft bezocht gehoord dat je stagebegeleider echt ontzettend tevreden over je was. Ik heb heel veel vertrouwen in jou en ik wens je heel veel geluk. Maar voor nu een fijne vakantie. Sorry, meneer Jonas, dit stuur. Lieve Tim. Jij kwam in de eerste klas als een onzeker mannetje de HAVO binnen. En de eerste weken hadden we met je te doen, omdat je het best lastig vond hier. Uiteindelijk voel ik je plekje wel, en zeker ook dankzij de ondersteuning met je zeer betrokken ouders. In HAVO 2 ging het moeizaam en uiteindelijk kwam je op mijn afdeling in HAVO 3 terecht. Ook daar moest je je draai even vinden. We hebben aan het eind van het voorjaar nog een gesprek gehad waarin we hebben besproken dat je eigenlijk nog meer van de lessen kunt profiteren door wat vaker vragen te stellen. Grappig genoeg gaf je stagebedrijf en je basisschool dat ook al aan. Soms vind jij het lastig om voor jezelf op te komen en de ruimte in te nemen die je nodig hebt. De vierde klas ging goed. We zagen dat je wat meer aansluiting vond en het heel gezellig had met andere leerlingen. En vooral met één leerling had je het heel gezellig. Dat was Lena. Uiteindelijk ben je geslaagd met alleen maar voldoendes, dus dat is heel netjes. Zeker na een verdrietige periode rond het afleiden van je ogen. Sommige leerlingen zijn de school echt ontgroeid als ze slagen. Bij jou vind ik het wel zonde dat je nu je draai lekker gevonden hebt en weer vertrekt. Aan de andere kant neem je alles wat je nu geleerd hebt mee naar de nieuwe plek. Ik hoop dat je snel thuis wilt voelen op het houten meubileringscollege. Dat zeg ik goed, ja. En dat je de ruimte pakt die je nodig hebt. Pak je kansen, grijp je mogelijkheden aan. Volgens mij heb je meer in huis dan een sensatie. Van harte gefeliciteerd. Fabian. Ook jou wil ik even.
feliciteren met je diploma. Want jij hebt er hard voor gewerkt. En jij mag soms echt wel ook zelfverzekerd zijn, want jij kan echt meer leren. Je bent halverwege vorig jaar in mijn mentorklas terechtgekomen. En ik heb jou leren kennen als een rustige, hardwerkende jongen. Opvallend, onopvallend heb ik opgeschreven. Ideaal voor een docent, maar jij doet je eigen loodjes aan. Na school heb ik hier bezig met gamen en atletiek, maar voor school heb je genoeg tijd en energie over. Want zo scoor je echt goed voor de beta-vakken en ben je onder andere goed in wiskunde. En ik heb van meneer Almeida begrepen dat je rekentoets zelfs op een hoger niveau hebt afgesloten. Dat doen we niet veel, dus erg knap gedaan. En dat komt vast allemaal goed van pas in je vooropleiding. Financiële administratie heeft al een aantal opdracht. Nou, heel veel succes en veel plezier. Jij mag ze aanproberen. Nou, misschien ben je verbaasd dat ik jouw plaatje ga doen. Ik ben dit jaar eigenlijk heb je alleen les gegeven, maar vorig jaar ben ik jouw mentor geweest. Toen is het jaar misschien niet helemaal gelukkig zoals je wil. Ik ben van HAVO 3 overgestapt naar MAVO 4. Dit jaar heb je een super mooie lijst neergezet met eigenlijk één heel mooi cijfer. En dat cijfer was voor het vak Frans. Weet je nog wat ik een 8. Een 8 voor het vak Frans. Heel mooi. Eigenlijk was je altijd in de les best wel een rustige en stille jongen die eigenlijk gewoon zijn dingetjes deed op zijn manier. Alleen als je over één onderwerp begon, dan werd je gelijk super enthousiast, begon je te stralen en begon je te praten. En dat was toneel. Op het moment dat het over toneel begon, dan wist je eigenlijk gelijk, dat was ijs gebroken, je wist gelijk wat je wilde vertellen en je kwam helemaal los. Dus je nu ook weer aan je en je begint te stralen. Dat is eigenlijk de kant die je op wilde, maar niet de kant die je op gaat. Kan je vertellen welke kant je op gaat? Naar Softing Legend. Gaan we je ooit nog in goede tijden tegenkomen? Misschien. Ik wens je heel veel succes en dank je wel dat je dat hebt gedaan. Wel geprobeerd. Mijn vriend, toen ik het voorlas, zei mijn vriend enig. Een soort rijmerij van Lippenfestje. Maar weet dat ik het heb geschreven met mijn hart. Het heet Trots als een pauw. Trots als een pauw ben ik op jou. Wat heb je het goed gedaan? Nooit gestopt, maar altijd doorgegaan. Begrijpend lezen bleek soms een struikelblok. Maar met je ouders aan je zij, zet je alle zijden bij. Wees trots op jezelf, op wat je kan en wie je bent. Je hebt veel in je mars, dat is ongekend. Lieve Willow, ik ben trots op jou, zo trots als een taal. Gefeliciteerd. Caitlin, je mag even hier komen staan. Beste Caitlin, 2 jaar geleden ben je overgestapt naar het Hoeks Lyceum. En begin dit voorjaar vertelde je me dat je zo blij was dat je die stap had gezet. Ik bedacht me toen hoe moedig het eigenlijk is om als 14, 15-jarige zomaar van school te wisselen. Nieuwe regels, nieuwe docenten, maar vooral ook nieuwe klasgenoten. Nu zit je bij Frans in een relatief klein cluster en ken je wellicht de meeste leerlingen. Sommigen misschien ook wat minder, maar ik heb je altijd prettig in je rol binnen de groep gezien en dat vind ik echt heel bijzonder om te zien. Je bent een meisje dat haar eigen plan trekt en dat bewonder ik. Op jouw leeftijd is dat een zeer sterke eigenschap en ik denk dat je het daarmee nog ver gaat schoppen. Je kijkt de kat uit de boom, je luistert, doet je werk goed en dit is het resultaat. Prachtig geslaagd voor je MAVO. Tijdens je mondelingexamen Frans vertelde je uitgebreid over je familie, de schoolvakken en wat je na deze tijd op het Hoeks Lyceum gaat doen. Als het goed is, is dat nog steeds een toeristische opleiding in Rotterdam. Daarover kan ik maar één ding zeggen. Doe je, Caitlin. Hartstikke leuk, goed voor je talen en je algemene ontwikkeling. En hoe interessant is het om mensen die op vakantie zijn blij te zien en het naar de zin te maken. Aan je Frans ligt het zeker niet. Je weet je mondeling goed staande te houden. Ben niet bang om fouten te maken en daardoor zal je taal alleen maar sneller leren. En weet je, ik vind het een super prestatie dat je op het landelijk examen een 8,2 hebt gehaald. Voor jou een schriftje om al je ervaringen in het toerisme op papier te kunnen zetten. En een tasje met daarbij Nederland gehighlight.
voor het geval je de weg terug naar je ouders en naar dit kippenlandje niet meer weet te vinden. Het gaat je goed, meid. Irene. Zeer natuurlijk. Dat is onze groep die dan ongeveer elke les, 5 keer per week, moest dat gebeuren. Als ik dat een keer vergat, dan werd ze oprecht boos. Want ik had er niet gegroet en zei ik, hallo Irene. Nee, dat was niet de manier hoe ik iemand moest groeten. Dat was nummer 1 waarom ik zo met jou moest lachen. Er is nog een reden. Dat was namelijk zowel voor het laatste essay als voor het centraal examen. Krijg ik via InstaDirect, krijg ik een berichtje. Meneer, is het raar dat ik zin heb in het examen? Nou, ik vind dat niet raar, ik vind het alleen maar leuk. Met name omdat Irene het hoogste gemiddelde heeft. Met SECE is ze uitgekomen op een 8,85, dus een 9. Applaus. En dan ben je de laatste, want ja, dat is eigenlijk ook wel komisch. Na een tijdje was er een examenopgave dat ging over water. Sommigen hebben hem al door. Dat ging over een meer. En een meer is zoetwater, zoutwater, zoetwater. De vraag van Irene, waarom heet het zoetwater? Zit er misschien suiker in? Zit er suiker in zoetwater? Nou, nee. Misschien een klein beetje. Maar nee, dat is niet alleen dat het zoetwater is. In ieder geval wil ik je heel veel succes wensen met je vervolgopleiding. Wat gaat erop? Handhaving. Handhaving, kijk eens aan. Gefeliciteerd. En nu begreep ik, Britt is niet aanwezig door omstandigheden. En ik kreeg in mijn oor ingefluisterd dat jij eventueel iets ging filmen. Staat iemand klaar? Nou, dan praat ik een beetje die richting op. Ja, bij Britt. Ook hartstikke leuk, een beetje een koppeling met Irene. Ergens in eind jaar 2 werden wij gevraagd door Irene en Britt om mee te doen met het bedrijventoernooi badminton. Nou, nu ben ik daar ontzettend goed in. Samen met mevrouw Van Santen en meneer de Ridder werden wij uitgenodigd om mee te doen met het bedrijventoernooi. Ik zei, nou ja, het is wel leuk voor de tegenpartij. Als zij ook een kans hebben. Maar oké, wij doen mee. Nou, mevrouw Van Santen, Britt en ik waren toch echt eigenlijk wel de beste van die groep. Maar we lieten Irene niet ook een keertje spelen. Uiteindelijk mochten wij ook een wedstrijdje doen. Hard tegen tegenpartij geschreeuwd, want daarmee konden we winnen. Als we maar een beetje indruk op ze maakten door hard te schreeuwen. Ik wens je het allerbeste toe met je vervolgopleiding. En wellicht tot ziens. Hou er dan. Ik zal even op te leggen. Voor de een maand 4 leerling. Niet grappig. Niek. Zo. Kom verder. Een paar dingen opgeschreven, ja, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, jij bent een leerling die weinig opvalt. Altijd eigenlijk niet positief, niet negatief, gewoon je doet je ding. Dat is eigenlijk heel positief. Eigenlijk heel zelfstandig, omdat je eigenlijk gewoon altijd alles doet wat moet gebeuren. Nooit te laat iets inleveren. Altijd goed voorbereid voor de toets. Altijd meedoen in de les. Stel alleen vragen wanneer het echt nodig is. Waar is dat dit jaar gebeurd? Nooit gewoon? Nou, bedoel ik. Jij maakt het erin van een docent? Heel makkelijk. Ik heb al naar je eindscores gekeken. Nou, je hebt natuurlijk een supermooie lijst, maar ik had niet anders verwacht. Voor mij was vanaf dag 1 al duidelijk, oké, dag 2 dan, dat jij ging slagen. 2 keer 6, 4 keer 7, 2 keer 8. Nou, wat vind je nog meer? Ik kan niet anders zeggen dat je net zoveel al zijn. Ik was altijd gewoon goed aanwezig bent geweest. De vervolgopleiding zal naar mijn inziens gewoon ook weer 100% score gaan opleveren. Wanneer je op dezelfde manier doorgaat, en daar heb ik geen twijfel bij, dan zal de volgende opleiding met glas en zijn wimpel worden afgesloten. Ik heb er. Sorry? Oh, glas en wimpel. Ja, kom van zuid, kom van ver. Ja, deze kan. Je volgende opleiding is financiële administratie besteed. Nou, oké,
ja, dat ga je eigenlijk denk ik heel goed doen omdat je erg zorgvuldig bent en eigenlijk alles doet wat er moet gebeuren. Ik wens je heel veel succes en ik wens je meer, maar dan ook meer dan goed. Succes. Het zal je bekend voorkomen. Zag je Carmen? Dan zag je Sophie ook. En zag je Sophie? Dan was Carmen nooit ver weg. Dikke vriendinnen al jarenlang en soms een klein muziekje. Soms samen van de fiets of van de scooter of van de brommer gevallen. En dus keek in de lift en samen supervaal angstig en altijd in de stress vanwege cijfers en vooral heel veel longen. Voor jullie allebei geldt dat je regelmatig momenten had dat je niet lekker in je vel zat. Soms vanwege hele serieuze dingen, maar soms ook zonder te weten waar het op kwam. Voor jullie allebei geldt ook dat jullie 4 jaar prachtige cijfers hebben gehaald, goed aanspreekbaar waren, een prima werkhouding hadden en dat er om jullie heen achter een leuke sfeer ging. Carmen, ook jij sluit de NAVO af met 6, 7 en 8. Dat heb je fantastisch gedaan. Ik hoop voor jou dat je bij de eerste toets op het Grafisch Lyceum opleiding Media Management nou eens gewoon het gevoel hebt dat je het super hebt gedaan. Dat gevoel had je er bijna nooit, maar toch was het resultaat eigenlijk positief. Om jouw opleiding maken was geen enkele voor jouw kinderen op dat een succes. Lieve Carmen, bedankt voor de gezellige momenten en graag weer. Leuk en dat hou je uit. Je bent goed bevriend met Emma, je gaat nu van school, maar alsjeblieft probeer goede vriendschappen te onderhouden. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij dit in ons hulpje terecht komt, in de 4e klas op stage gelopen en heel kort gehoord, het was gewoon de perfecte stage. Je was netjes bezorgd, die vergaderingen leuk, was keurig op tijd en werkte hard. De stagebegeleider was heel blij met jou en wilde je heel graag houden. Deze indruk laat je ook bij ons achter. Emma, ik wens je een mooie toekomst en voor nu een fijne vakantie. Lieve Puk, ik heb jou dit jaar in het examenjaar gehad voor Zwart Nederland. En ik heb jou echt leren kennen als een meisje waarvan ik er wel 20, 30 in de klas zou willen hebben. Altijd rustig, nooit negatief, een zacht karakter. Als Wim weer eens een van de kuren had, liet je het gewoon van je afglijden en je reageerde er gewoon weg niet op. En als het weer goed was, was het gewoon weer helemaal goed. En toch was je altijd een beetje onzeker. Als het ging om je brief of je samenvatting. Je bleef maar oefenen, je bleef maar schrijven. En uiteindelijk toen het examen daar was, had je toch nooit 6.2. En een hele mooie lijst met alleen maar 6 en 7's. Geen onvoldoendes. En een hele mooie vervolgopleiding. Je gaat naar het Almeda. Wat was het? Ontzettend. Ik wil je heel veel succes wensen. En ik hoop je echt wel weer terug te zien. Te laat met het inleveren van een praktische opdracht bij mevrouw Driever.
En het groepje kwam bij mij langs om te vragen, meneer, kunnen we dit nog oplossen? Hoe pak je zoiets aan? Nou, toen zei ik al meteen niet direct naar de docent toe gaan en zeggen, wij willen iets anders. En meteen dingen gaan eisen, want dan gaat het weer dicht. Toen zei ik gewoon rustig aanpakken, hè. Het is een vraag, je weet, je kan twee antwoorden verwachten, ja en nee. Toen hoorde ik van mevrouw Driever dat jullie inderdaad bij de langs waren geweest met het hele voorstel en jullie zeiden erbij, we begrijpen u helemaal als u zegt nee, jullie krijgen geen extra kans. Uiteindelijk hebben jullie van mevrouw Driever toch nog een extra kans gekregen. Maar wat ik echt heel verrassend vind, zowel van jou als van Lema die er niet is, is dat je weet, ik stel een vraag, er zijn twee mogelijke antwoorden. En ook al zou het nee zijn, dat accepteer je ook. Ik vind dat super volwassen, hele goede kwaliteit. Wat ga je hier nou doen? Financieel manager. Financieel manager. Nou, dat klinkt ook als een volwassen opleiding. Daar wil ik je heel veel succes mee wensen. Gefeliciteerd voor jullie. Kas, kom eens even terug. Jij trof het om vorig jaar bij mij in de lenteklas te zitten. En ik trof het vooral om jou als leerling in mijn lenteklas te hebben. Jij bent een jongen waar je eigenlijk niet naar om hoeft te kijken. Je bent zelfstandig, hardwerkend, vrolijk, echt een topper. Maar jij besloot dat het verstandig was dat onze weken aan elkaar gingen. Jij dacht dat je in Duitsland of die van de Laan weer te zien. En het resultaat mag te zijn, want jij staat dadelijk met een prachtig diploma in je handen. En jij gaat je creatieve talenten benutten, heb ik begrepen. Want wat ga je vooral doen? Media vormgeven. Dat is niet aan mij besteed, maar aan jou wel, dat is blijkbaar. En ik wens je daarbij heel veel succes en heel veel plezier. Gefeliciteerd. Niels. Kom even naar voren. Ook jij zat vorig jaar bij mij in de klas. En net als Kas ben jij zo'n leerling. Daar hoef je eigenlijk niet naar om te kijken. Positief, sociaal, rustig. Doe van wat van hem gevraagd wordt. Een prima gozer. Fijn en jammer dat je het in Duits hebt gekozen, maar dat was voor je lijst al verstandig, hè Niels? En je hebt nu een lijst waar je trots op kan zijn en waar je bij je opleiding video design mee kunt aankloppen. Want dat is wat je gaat doen, toch? Dat heb ik met mevrouw Visser besproken en die kwam met een tekening. Die moet je denk ik even meenemen op de eerste dag. Een schitterende Dora-tekening, daar kan hij op zijn eerste dag wel punten mee scoren. En het eerste waar ik bij jou aan dacht, Niels, je hebt zedelijk een jaar op Engeland, hij was heel leuk. En dat was die mooie foto van ons. Die mag jij niet vergeten, want ik was hem zeker niet vergeten, die krijg je nog van me mee. Alsjeblieft, gefeliciteerd. In de klas gaan zitten naast Kevin en jullie hebben het daar samen heel gezellig gehad. Ik kan niet anders zeggen. Gelukkig mocht de klas daar af en toe van meegenieten en hadden jullie sublieme ideeën zoals het Franse ontbijt, smiddags om 0 of 1 weliswaar. Maar goed, jij zou samen met Kevin de boodschappen doen, een enthousiaste actie uiteraard, met als doel om gewoon wat lestijd in te pikken. Missie geslaagd, het was gezellig. Die gezelligheid maakte ook dat ik me wel wat zorgen heb gemaakt over die Frans. Voor oefenen en opdrachten inleveren kwam soms weinig terecht. Pianissimo leek jouw motto te zijn. Dat goed, mevrouw. Daarnaast heb je door de operatie aan je kaak flink wat lessen gemist. Dat was dan ook niet bepaald een feestje voor je. Je stuurde me via wat foto's van je gehavende bekkie en ik was echt met je te doen. Het is goed gekomen. Toch heb je het ondanks je afwezigheid gepresteerd om een fantastisch profielwerkstuk in te leveren over de invloed van webwinkels. Je vertelde over vloggers, koopjesjagers en de aankoop van je scooter. Het was een leuk werkstuk om te lezen, van hoog niveau en het zag er echt prachtig uit. Groot compliment daarvoor. Toen jullie in de groepsapp bespraken hoe het examen Frans was gegaan, klonk je redelijk ontzettend. Nee, je zou wel even een klacht gaan indienen.
En met jou zijn dat waarschijnlijk nog vele andere scholieren geweest, want dankzij een hoge enter ben je met vlag en wimpel geslaagd voor je verband. Pip, je hebt het gehaald. En daarvoor wil ik je een groot compliment maken. Op naar de volgende fase in je leven. Een baan waarin je je energie kwijt kunt, je de wereld kunt ontdekken en ook misschien nog wat aan je Frans hebt. Want, wat wil jij gaan doen? Goed zo. Ik hoop van harte dat je de richting opgaat en dat je het leuk gaat vinden. Het zou goed bij je passen. De wereld ligt aan je voeten en je weet niet half hoe leuk en mooi die is. Ook voor jou heb ik een kleinigheidje. Een bruisbal. Voor alle gezellige momenten. En een klein doosje met chocolaatjes, omdat je het nu met gemak kan opeten. Ga je goed, Pip. Mag ik Marieke even hier? Je vindt altijd leuke chocolaatjes, begrijp ik. Marieke die weet niet helemaal goed wat compensatie is. Dus ik ga vandaag proberen te achterhalen of je het in de snelheid. Wat is compensatie? Ja, want dat was een beetje het probleem dit jaar. Marieke had 2 vijven en geen compensatie. De mooiste compensatie vind ik altijd maatschappij weer. Want dan ben je al klaar, je hebt het al. Wat ook zou kunnen is LO2, maar je hebt geen LO2. Hoe heb je het opgelost? Van welk vak? Uiteraard in het vak Nederlands. Marieke heeft een fantastisch handschrift, dat is heel fijn voor ons. We kunnen heel goed nakijken, dan kan ik ook zien wat de fout is. En als je dan kunt zien wat de fout is, dan kun je ook daar tips over geven. Bij sommigen kunnen we het helemaal niet zien, dus dan is het een beetje gokken. Dus ik heb er een paar tips gegeven. Er waren meer leerlingen die herexamen deden, maar bij Marieke heb ik gezegd na 1 les van nou, dit is het wel, maar je weet het wel. En ze heeft een 7,4 gehaald, dus zelfcompensatie is geslaagd. Ze heeft ook in het fotojaarboek geschreven dat de school best wel meeviel ondanks de lessen. Nou ja, dat is toch, ik vond het toch als een compliment. Je zei ook, ik wil hierna graag een mbo-opleiding doen, wat wil je gaan doen? Maar je wil het wel graag doen. Nou, dus in ieder geval het begin. Ze wil het graag doen. Ik wens je heel veel succes. Mevrouw Rijns. Wat ik eigenlijk als eerste aan jou mee wil geven, is dat je zoveel meer bent en kan dan dat je zelf bent. Dat is eigenlijk het eerste wat ik eigenlijk dacht toen ik jou echt leerde kennen. Dat was een avond 3, toen was ik jouw mentor. En er zijn wel eens leerlingen die de keuze moeten maken om naar MAVO 4 te gaan. Maar we hebben ook leerlingen die er zelf voor kiezen om naar MAVO 4 te gaan, ondanks dat ze over zijn. Hier in het geval. En op zich snap ik natuurlijk de onzekerheid wel, want als we even terugkijken naar haar cijfers in HAVO 3, 4 zevens en 3 achten, dus dan snap ik dat je denkt van die aankomen. Dat is eigenlijk wel een dingetje wat ik bij jou elke keer wel weer terugzie. Van een beetje twijfel, maar je kan zoveel meer. Als je ook kijkt naar jouw eindlijst in MAVO 4, 5 achten, 2 zevens en een 6. Dan mogen we een klein applausje voor geven. Nou, als ik het goed heb, ga je nu naar het Albert College en ga je management en retail volgen. Nogmaals, geloof in jezelf. Ik doe dat zeker en je bent een kanjer. Je weet het al, hè, Esmee? Geschiedenis, zucht. Esmee, jij kwam begin juli jaar 4 tot de conclusie dat je graag naar de HAVO wilde. Helaas had je een heel jaar geschiedenis gemist en moest je in een paar maanden tijd een heel jaar inhalen. Ik maakte me grote zorgen. Ik had je in leerjaar 1 in de klas gehad. Wat onzeker, maar altijd gezellig met worstelen. En dan nu, ineens, zo'n heel jaar inhalen. Je hebt een werkhouding waar iedereen jaloers op zou mogen zijn. Je hebt ervoor gewerkt. In het weekend geneerd. Iedere bijles die je kon pakken, was je er. Als je een onvoldoende had, wilde je altijd weten waarom. En op zoek naar een nieuwe manier om er toch een voldoende van te maken. Dit alles maakt jou uitermate geschikt voor de HAVO. Je bent echt een topper. Succes. Thank you.
begin ik bij de eerste, en dat is Natasja. Of voor geval dat er een twijfel is, gewoon een rugzak mee. Want dan wisten we in ieder geval zeker dat het over jou gaat. Jij bent niet voor een rugzak mee. Ja. Natasja, jij bent niet. In ieder geval, in jaar 1, toen herkende ik al heel snel jouw achternaam. En toen zei ik namelijk al, volgens mij ben je het zusje van Sander, of niet? En dat klopt, want met Sander heb ik al samengewerkt bij de pizzaboer. Ja, jij hebt heel veel nog meegelopen ook met de musical. Leuke rollen heb je daar gedaan. Het zingen, was je erg zenuwachtig voor, was niet nodig, want het ging heel erg goed. Alleen jouw timing met heel veel mensen tellen, meetellen, nog een keer, nee, nog steeds niet, nog een keer, uiteindelijk ging het helemaal super. Ik heb jou 3 jaar les gegeven, 3 hele leuke jaren voor mij. Altijd vrolijk, altijd gezellig en simpelweg geslaagd. Wat ga je hier nou doen? De rode vakken bij me. Ja, rode vakken, dat is niks voor mij, maar voor jou zal het vast heel goed zijn. Succes! Ik maak meteen even heel naar bij jezelf, want ik heb een grote groep eigenlijk hier zo. Dan ga ik een beetje zo kijken van wie heb ik allemaal gekiezen voor degene die dichtstbij staat. Luca, in HAVO 2 mentor van jou geweest. Toen ging je inderdaad over naar HAVO 3 met al een klein beetje de gedachte van oké, Luca, je moet wel een beetje actiever worden. In HAVO 3 is dat toen niet geworden. Nee, je werd niet veel actiever, dus jij ging uiteindelijk door naar MAVO 4. MAVO 4 deed je eigenlijk met 2 vingers in je neus en uiteindelijk de hele goede keuze gemaakt om uiteindelijk weer naar HAVO 4 te gaan. Ik denk dat dat heel wijs is, want je bent nu weer wat actiever geworden. Maar hou die actieve houding vast, dan gaat het helemaal goed komen. Gefeliciteerd voor nu. Dan kom ik in de buurt van Sienne. Dan moet ik altijd een beetje uitkijken. Want zowel de allereerste ontmoeting, als de ontmoeting met mijn eindexamen, dat ging niet zo goed. Sienne was op allereerste dag was zij te laat. Bij mij. De enige plek die vrij was, was een tafel voor mij. Dus ze keek me aan met een blik van, goh, ik vind het eigenlijk niet zo leuk en moet ik er wel aankijken, moet ik er niet aankijken en ik doe het wel niet, doe het niet. Nou, dat bleef ze doorgaan en toen zei ik, ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit dat je er aan, maar dat kan toch gebeuren. En ik weet niet of dat het mijn aanwezigheid was of het feit dat ze te laat was, maar het werd er allemaal emotioneel iets te zwaar. Dus dat werd huilen. 3 jaar later, het examen wiskunde. Het examen was afgelopen. Ik kom Sienna tegen in de steenhal. Sienna die ziet mij rondlopen, die kijkt me aan en die denkt, nee, daar moet niet deze kant op komen, dus ik draai weg. Dat moet je niet doen, want dan kom ik juist die kant op. Het was ook geen succes. Wederom. U raadt het al. Voor de rest heb jij, ook net zoals Natasja, heel veel meegedaan met de musical, in het orkest, in het spel zelf. Ging allemaal hartstikke goed en over een paar jaar ben jij een collega van meneer Koopman, want er heb je ook een stage gelopen en die opleiding ga jij nu ook doen. En ik denk dat het helemaal bij jou past. Gefeliciteerd. Natasja, één ding wat ik ontzettend belangrijk vind in mijn lessen is dat er een veilig leerklimaat is. Dat betekent dat de leerlingen kunnen stellen wanneer ze willen, mogen binnenlopen op mij wanneer dat ze willen. Nou, ik heb het idee dat dat bij Natasja wel goed zit. Want brugklasleerlingen heb je af en toe nog wel eens. Die zeggen dan meester in plaats van meneer. Ze weten wat er gaat komen. Die zeggen een keertje mogelijk jij in plaats van u. Nou, maakt me allemaal niet uit. Zo veilig is dat bij mij, dat mag allemaal. Natasja voelde zich zo veilig, die heeft na een tijdje gevraagd en zegt uiteindelijk mama. Ze schrok er zelf ook van en dacht van, nou, dit moet zo snel mogelijk te corrigeren zijn. Dat is niet zo erg rood. Dat werd ze niet eigenlijk makkelijk. Heel makkelijk geslaagd volgens mij. Hij was erg gestrest wel, maar volgens mij helemaal nergens voor nodig. Want je kan het gewoon met een oude vertrouwen vast. Succes met je vervolgopleiding. Ja, dan staat bij hem nu, want zij gisteren tegen jou.
Geen idee. Geen idee. Ik ga jouw praatje niet doen. Oei! Wat zei ik tegen je? Jij zei, laat u dat doen. Zeg, nee, doe het hier. Ja. Goed, Bobby, ook mentor van jou geweest in jaar 2. In jaar 1 kreeg je eigenlijk ook al de schrik van je leven. Toen ik uiteindelijk zei, gefeliciteerd met Liam. Toen zat je me aan te kijken van, hoe dan? Maar om het verhaal wat duidelijk te maken, ik zat bij mijn zus, zat in dezelfde richting. Dus dat was al een leuke ijsbreker. Vervolgens jaar 2, AVO. Het einde van het jaar, we zijn nog wat eventjes hard gaan werken. Dat heb je toen ook gedaan. Toen ging je over naar AVO 3 en daar ging het wat minder. Toen kwam je weer in AVO 4 en daar ging het weer hartstikke goed. Wat gaan we hier nou doen? Interior adviseur. Je was nog niet klaar. Bij het ABC. Dat gaat denk ik helemaal goed komen. Dat hoop ik ook. Gefeliciteerd. Dan wil ik graag even Sam hier en daarna Chanel. Sam, wat mij het meest opviel bij jou, want ik ben twee keer bij een stage geweest, dat je zo ontzettend goed met kleuters kon omgaan. En ik dacht dat je gaat daar iets mee doen, maar niet, waarom niet? Nee, was niet leuk. Was niet leuk. Ik ging er natuurlijk weer naar. Hij vertelde ons leven dat hartstikke goed. En zijn volgende stage deed hij bij een andere groep. Ik denk, nou, die gaat onderwijs in. Echt niet. Wat mij opviel dit jaar, want vorig jaar, je bent een rustige jongen, je doet gewoon je eigen ding. En dat deed je dit jaar ook. Dit jaar ging daar de hele tijd goed. En op het laatst, toen kwamen de problemen. En misschien weet je het niet, maar ik ben graag vrijdag thuis. Maar ik dacht, laat ik eens een keer vrijdag komen, want hij had een afspraak met mevrouw van Zanten. Om iets in te halen, ik zat toch maar even kijken of hij komt. En ja, ik wilde net naar huis gaan en dan stond hij. En je hebt het toen gehaald, want het was een herexamen, je hebt het gelukkig gehaald. Dus ja, je bent geslaagd, hartstikke goed, ondanks de problemen. Beetje tegenslag, je bent er overheen gekomen, je bent geslaagd. Wat ga je nu doen? Want weet je het al? Facilitaire leiding geven. Facilitaire leiding geven. Nou, de faciliteiten hebben we in ieder geval. Leiding geven, dat komt met die aan. Oké, okay, ja, Genoa is ook geslaagd alleen maar voldoendes. Ze vond allerlei dingen in de school heel leuk. De musical, het kamp, de Ardennen, de Londenreis. Ja, het ging eigenlijk allemaal heel goed. Alleen dit jaar met haar oma, dat ging niet goed. En dat was natuurlijk wel in een examenperiode. Daar hebben we er heel goed doorheen geslagen. We maakten ons erg druk, maar het ging erg goed. En ja, we willen nu media management gaan doen. Hoe kom je daar nou weer bij? Geen flauw idee. Nou ja, we zullen wel zien. Tot nu toe gaat alles goed, dus dit gaat ook goed. Hey, gefeliciteerd. Hallo, ik ben eigenlijk helemaal niet verder. Dat is een foutje van de administratie. Maar ik heb helemaal niet zaken. Ik wil graag iets zeggen over Heffy. Heffy is bij mij bij economie altijd heel erg verlegen op aandacht. En de aandacht vooral op de vragen. Hoe vaak ben je wel niet blij mee geweest? Hoe vaak heb je wel die afspraken gemaakt, zoals ik er weer doorgaat, voor bijna zo'n wedstrijd? Economie vind jij een hartstikke moeilijk vak, ik heb wel geblekt hoe het gaat. Een beetje onzeker, dat wordt een onzekerheid heel veel uit. Ik vind het ontzettend goed gedaan, ontzettend fijne winning. Ik ben zeker dat je volgende week perfect gaat lopen. Wat vond je eigenlijk het allermoeilijkste vak dat je nu op de school is gelopen? Ja, toch wel, ik ook. Dat zie je, dat dacht ik wel, dat is wel gebleken. Maar wel af en toe rond met een applaus voor de herinnering. Je blijft het goed maken natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat iemand zo lang vergeten wordt. En zeker hebben we niet. Even serieus nou. Ik ga niet zingen. Ik kan alleen maar zeggen, jij was echt een topper. En je bent nog steeds een topper. Je hebt altijd je best gedaan voor alles. Je was onzeker. Maar je onzekerheid moet tackelen. Je wil gewoon altijd je hard je best te doen. Dat weet je zelf. Ik denk dat ik en meneer Maurik, nou zeker bij jou, iedere week even jou apart bij me ontvallen om even bijles te geven. Wil je nog wat vragen? Je bereidt je alle keurig voor. Daarom vind ik het ook heel jammer dat ik jou even niet voel.
En dat wil ik even zo goed maken. Mevrouw, ben je dat ook? Ja, ja. Hebben jullie zat een zat, moet ik zeggen, in de MVB. En ik heb de eer gehad om die klas les te geven. Het was een pittig club, moet ik zeggen. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja, yes, dat was wel streng. Maar... Nou, heb je er last van? Nou, ik maakte me een beetje zorgen over de eindexamenresultaten Engels in die klas. Nou, mijn klas had redelijk goed gemaakt, maar MVP, hoe spannend. En ik zei altijd, dat is echt waar, gelukkig heb ik Heffen. Want die doet het altijd goed en dat deed ze ook. Gelukkig. Heel erg bedankt. Gefeliciteerd. Wanhoop dreef en weer je mapje niet bij je had,
leef je beleefd, rustig en aardig. En dat is een mooie eigenschap, waarmee je mij dan ook regelmatig uit mijn irritatie wist te halen. Bovendien, ook zonder spullen, ben je geslaagd en heb je een prachtig diploma weten te halen. Toen we met een groepje leerlingen begin juni uit eten gingen in Abijland, was jij onze afspraak vergeten? Ja, Kevin die heeft je snel geappt. En ja, Noah is Noah niet, als hij toch niet probeert te komen. Dus je bent naar Abijland gebracht, volgens mij door je oma, klopt dat? Ja, klopt. Ik zou hem even bedanken. Nou, dank je oma. Goed zo. Is oma er? Oké, je mag trots zijn op hem. Noah, het moment waarop je echt mijn hart en dat van mevrouw Goudswaard kunnen smelten, was je schoolexamen Frans mondeling wel te verstaan. Daar bleek je natuurlijk ontzettend naar uit te kijken, maar niet heus. Maar ik heb je in een kwartier tijd meer woorden horen spreken dan in het hele jaar bij elkaar. En Noah, tu m'as surpris. Je hebt je mondeling Frans doorstaan. Je vertelde over je hobby's, die van spelen, je vakantie naar Albufeira, maar vooral ook over je ouders en je zusje en over een redelijk bekend Spaans voetbalclubje, waarvan je vol trots het shirt had meegenomen. Daar begon jij over te vertellen. Hoe heet die kleur ook alweer? Zullen we het maar niet doen? Nee, niet in het Frans. Oké. Beste Noah, ik heb genoten van je aanwezigheid, van je hartelijk karakter en de rol die jij in de groep speelde. Aangezien je in je Franse brief schreef dat je ook voor Feyenoord bent, ik schat in dat dat in deze zaal beter valt, heb ik een combi-aardigheidje voor je. Het is iets van het clubje uit Spanje met een rood-wit lintje van Feyenoord. Alsjeblieft Noah, van harte gefeliciteerd. Die meneer met het mooie kompetje, Mees, van de rivier. Ja, oké. Jij vindt zomaar saai. Je ziet toch hartstikke leuk in die kanten, hè? De mensen, helemaal niet saai. Wat mij opviel bij jou, als leerlingen een herexamen hebben, gaan ze bijna altijd Nederlands doen, maar jij helemaal niet, je moet helemaal niet bij de langslijst, dat heb je gedaan. En hoe ging dat? Goed. Ja, anders stond je hier niet, hè? Hé, hey, hartstikke goed gedaan. En je gaat iets in de handel doen. Weet je al wat? Ja, junior management. Zo, dat klinkt goed, hè? Maar hij begint wel als junior, dus hij weet wel zijn plek. Maar ik denk zeker dat hij zo wel komt. Want als hij iets in zijn hoofd heeft, dan zit het echt in zijn hoofd. Hé, gefeliciteerd. Kevin. De oudste van zijn gestelde. Kevin, ik heb voor jou een gedichtje. Jongens, die hier zo lang volhouden, dan krijg je iets speciaals. Lennon. Kevin Troost, de goedlachse en inmiddels volwassen vent, was hier op school helemaal gewend. Hij hield het hier namelijk al 6 jaar vol. Met vooral niks doen, chillen en veel lol. Maar gelukkig, het verstand komt met de jaren. En hij gaat nu een andere koers varen. In zijn jaarboek schreef hij, ik zou het leuk vinden bij de politie te gaan. Besef dan wel dat het met het chillen is gedaan. Ik heb er echter alle vertrouwen in jou, Kevin Troost. Gefeliciteerd, veel succes en proost. Zit.
Nou, ik hoop in ieder geval dat dat gaat lukken in de toekomst. Daarnaast is het opgevallen dat je veel vriendinnen hebt ook in 5 VWO. Dat nu 6 VWO is, dat je leren kennen en zeg je reis. Daarmee heb je het gezellig, daarmee ben je misschien iets minder stil. En natuurlijk, ik hoop natuurlijk dat je volgend jaar goed op Bruna past. Want jullie gaan samen studeren en ook samen wonen als je het goed hebt. Bruna komt eigenlijk bij jouw stiefouder in huis. Ik wil je meegeven, ga die reis maken. Bereid je daarop voor, stel ook vragen, ook in je studie. Ik moet met jou allemaal hartstikke veel plezier. Maar je hebt echt een hele goede indruk bij mij weten achter te laten. Je bent wel stil en verlegen, maar het kan mij moeilijk zijn te gaan dat je dit jaar ontzettend hard je best hebt gedaan. Je werkt serieus en netjes en je leert heel goed. Je bent een doorzetter. Iets wat jou in het leven ver kan brengen. Je praktische opdracht voor AK was dan ook echt een voorbeeld dat ik volgend jaar aan een nieuwe leerling van MAVO 4 wil laten zien. Jouw stage heb ik helaas niet kunnen bezoeken, want jij en je stagebegeleider hebben het zo ontzettend druk dat jullie eigenlijk geen plekje voor mij konden maken. Maar telefonisch heb ik gehoord dat jij echt een fantastische stagiaire was. Je hebt stage gelopen bij een zorginstelling in Mumasdorp en je hebt meegelopen met de voedingsassistenten. Vol lof hebben zij over jou gesproken en dan vooral over jouw omgang met de bewoners. Naast de gewone dingen die je moest doen, ging je bijvoorbeeld ook spellen spelen met ze. En je knoopte gemakkelijk het gesprek aan en bij iedereen was blij met jouw aanwezigheid. Minpunt konden ze niet over jou bedenken. Uiteraard moet je veel dingen leren en daarom ga je de opleiding maatschappelijke zorg doen. Jouw stagebegeleider zei, menig mbo-student kan tippen aan wat Shanna kan. Je had echt perfecte kwaliteiten. Met dit compliment wens ik jou heel veel succes in je opleiding en veel geluk in de toekomst. Beste Emma, vandaag gefeliciteerd met je diploma. Wat kan jij van leren? Je hebt er echt voor hard voor moeten werken, dat heb je gedaan, maar boven alles op iedere toets weer kunnen zien hoe hard je hebt geleerd. Een vaardigheid waar je in je hele leven iets aan zult hebben. Je bent een stille, maar serieuze leerling. Op het eerste oog lijkt het allemaal niet zo ontzettend leuk of belangrijk te vinden, maar niets is minder waar bij jou. Je weet wat je wilt en daar ga je voor. Mevrouw Masseling van Beeldende Vorming vertelde mij dat je ook bijzonder goed was in haar vak. En dat ze eigenlijk stiekem hoopt dat je je werk niet op kunt halen, zodat ze het in de komende open dagen ook aan de nieuwe brugklassers kan laten zien. Maar ook meneer Zoeterij, die zei dat je ontzettend sportief bent en zo goed kan turnen. Emma, je bent een lieve en sociale meid. Het verbaast me dan ook niet dat je iets met toerisme gaat doen. Ik wens je veel succes met je opleiding en heel veel geluk in de toekomst. Dus een ruimte. Ja, volgende tijd.
Ja, nogmaals, ik heb je aan de tweede klas gehad, dit jaar gehad. Ik ben gewoon een geweldige gozer. En de blijfinvestor die gaat naar het STC, richting Scheepvaart. En ik denk dat het helemaal goed gekomen. Blijf goed langs, blijf basic, je best doen. En blijf kickboxen, hè. Gefeliciteerd. Ja, en dan het hoogtepunt van de avond. Chris Cross, Jesper Cross, alias Chris Cross, alias Bergkruiker in Londen. We konden hem niet vinden in Londen, want hij was gestopt onder de bed. We konden bijzeggen dat er al 2 jaar niet gestopt over was. Dat vond ik maar oké. Ik zou er ook geen lamp loslaten. Ik had nog meer alias voor je. Alias altijd wat te zeggen. Alias wist het niet doen. Maar ook alias gezellig, altijd een praatje. Alias fijne gozer en alias ga wat doen met tracks. Alias geslaagd. Vrolijke, goedelachse, drukke jongen, die echt als een praatje zijn werk moet gaan maken. Als goed is ga je dat naar VC richting de redactie bij de weg. Klopt dat opzet? Ik denk dat de richting bij je past. Je moet niet ergens op kantoor gaan zitten, maar gewoon zorgen dat je die mond van je kan gebruiken. Lekker lullen de hele dag. Inderen, gewoon zorgen dat je lekker in de ruimte kan lullen en gewoon alles goed. Geweldig, zo ben je nog steeds. Je mag zelf applaus geven. Ik zeg het alleen bij je. Hij is gewoon de 20. Dus als je wil applaudisseren. Nou, eigenlijk kunnen we eigenlijk wel mee. Ga je goed, jongen. Succes. Jeffrey, kom wat dichterbij. Eigenlijk net als Kevin, misschien langzittend van de leerlingen die hier zitten, maar uiteindelijk toch je diploma gehaald. Op het moment dat ik in je dossier ga zoeken en een beetje ga kijken wat voor leerling is Jeffrey, dan moet ik in ieder geval terug naar schooljaar 2012-13. Dus dat is soms heel lang geleden. Maar toen kwam je in de brugklas en toen heb je weinig uitgevoerd. Dus je wel naar de tweede klas, weinig uitgevoerd. En dat is misschien jouw schoolcarrière zo doorgegaan. Maar bij mijn vak deed altijd verdomme goed. Deed altijd goed. Altijd goed je best. Altijd je spullen op orde. Altijd helpen met dingen klaarzetten. Je was gewoon goed bezig. In het laatste jaar heb je jezelf aan elkaar gepakt en heb je toch gekozen om je diploma te halen. Op het moment dat je keuzes maakt en er zelf achter staat, dan kan jij heel erg veel bereiken. Ga zo door. Doe dat ook in het vervolg van je carrière, van je opleiding. Sta achter wat je wil en dan komt het helemaal goed met je. Gefeliciteerd. Wij gaan altijd bij leerlingen langs, bij stage, dus dat proberen we. Ik doe het eigenlijk altijd en tot mijn grote schrik zit ik volgend jaar in Engeland als de stage is, dus ik moet mezelf opsplitsen. Daar moet ik nog even heel goed over nadenken. Ik doe het ook tafeltennis op maandag, dus het wordt heel ingewikkeld. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb Pim bezig gezien met zijn passie. En dat de passie, dat zijn auto's, sleutelen aan auto's. En dat had ik eigenlijk niet achter hem gezocht. Dus in de klas een vrij rustig jongen die zijn eigen ding doet. Maar als hij een auto ziet, nou dan vlucht hij helemaal op. En dat gaat hartstikke goed. Ik neem ook aan dat je er iets mee gaat doen. Technisch specialist in persoonauto's. Nou heb ik toevallig een personenauto. Dus wellicht kan je er iets technisch specialistisch mee doen. En zo niet, dan toch. Hey, gefeliciteerd. Maar dan wil ik wel graag Dylan Peek even hier, want Dylan Peek die hebben toch zoiets raars in het grote jaarboek geschreven. Hij vindt het helemaal niet leuk om vroeg op te staan. Nou, dat is toch waanzinnig, hè? Want als je vroeg opstaat, dan heb je nog een hele dag. En dan weer een dag nog, dat is hartstikke leuk. Dylan, weet je wat kansarm is? Nee, dat dacht ik al, want wij dachten dat die kansarm was voor zijn examen. Nee, dat was helemaal niet kansarm. Dat was een hele verkeerde inschatting. Hij heeft het gewoon gehaald. Welk vak heb je Engels? Engels. Zeg eens iets Engels. No. No. Nou ja, het is Engels. De uitspraak kan iets beter, maar het is gelukkig schriftelijk. Je gaat iets doen met economie, heb ik begrepen. Bedrijfsadministratuur. Dus als u nog een bedrijf heeft of een administratie, die staat er.
Leuk, dank je. Nou, het lijkt me wel logisch dat ik jou praat heb vandaag. Ik was in mijn eerste jaar hier op het Hoeks, mocht ik jouw mentor zijn. En wat een vuurdoop was dat. Rivaldo is een leerling, hoe ik jou leer kennen, altijd bij de hand. Altijd grappen maken, alles op het laatste moment, maar toch het voor elkaar krijgen. Zo heb ik het ook in mijn papier gedaan, omdat ik van mijn collega's heb gehoord en dit jaar heb ik jou geen les gegeven. Heb je het eigenlijk allemaal lekker relaxed, redelijk, vol zelfvertrouwen, op het laatste moment geprobeerd te presteren en dan tijdens twee tijdsvakken van 7 halen voor je herkansing. Ik heb genoeg te vertellen op de afgelopen 2 jaar, maar ik heb niet beloofd dat ik mijn mond zal houden. Ik wil je heel veel succes wensen, heel veel geluk. Je gaat naar het STC, begrepen. Logistiek supervisor. Ja. Nou, houd je vrolijke karakter en wees lief voor je moeder. Michael, je doet het op je eigen manier. Het lijkt je niks te doen wat anderen van je vrienden of zeggen. Iets wat menig leerling op deze leeftijd van jou zou kunnen leren. Stil, op de achtergrond, komt er liever niet naar voren. Maar als je ergens om gevraagd werd, deed je het altijd mee. Je kreeg een leuke vriendin en bleef vasthouden aan je eigen principes. De zaak op jouw manier aanpakken. Je hebt er nooit heel hard voor gewerkt. Maar toch doet het je geen recht als ik zou zeggen dat je lui bent. Zelf spreek je op, school is hetgeen waar je gameuurtjes voor opzij moet zetten. Grappig, ik schreef op mijn eindexamenbemoediging aan jou. Michael, jij wordt de verrassing van dit examen. Een 8,5 zit er vast in. En wat haalde jij? Een 9,1. Dat is een applaus. En ik moet ook vertellen dat jij je te pas viel tijdens je examen. Een nacht in het ziekenhuis bleef. Jouw moeder in paniek mailde dat je er vast de volgende dag niet zou zijn, maar tot ieders verbazing heb je bont en blauw je examen gemaakt. Petje af. Succes en de rest weer lopen. Ja, Jari, of moet ik zeggen Jerry? Oké, jouw geschiedenis is nog maar al niet 2 jaar oud. En we verwachten augustus dit schooljaar leren elkaar kennen. En waarschijnlijk voor bio waren we niet zo heel erg geweest. En ik waagde me aan om te zeggen dat ik me daarover zorgen maakte. Nou, dat heb ik geweten. Want te pas en te onpas gaf je me aan dat ik me echt geen zorgen hoefde te maken en dat ik altijd wel goed kwam. Nou, dat liet je dan goed merken door tijdens de bioles grote betrokkenheid te tonen door alles klaar te zitten met je mobiel. En je hoopte dat ik dan ook mijn goedkeuring zou hebben als je me vragen zou stellen over dat spel, dat game als voorbeeld volgens mij. En na aandringen van mij en een natuurlijke vrouw maakte maar geen zorgen, het komt allemaal goed, meldde je een moeizame mobiel om voor het mooie bioboek. Helaas waren al jouw inspanningen niet voldoende voor het vak en in juni probeer ik nogmaals. De vrijdag voor het tweede tijdvak kwam je vrolijk het lokaal binnen met, je raadt het al, mevrouw, het komt goed, maak u maar geen zorgen. Op mijn vraag, hoe ga je dat dan aanpakken, was dan ook, nou gewoon, ik ga nou eens een keer leren. En nou, dat heb je gedaan en je hebt bijna 2 volle cijfers hoger gescoord op je tweede tijdvak. En nou, gefeliciteerd. En ik wens je het allerbeste met je vervolgopleiding. En wie weet wordt het ooit nog wel eens een keer een bio-docent, zoals je mij pas geleden ook vertelde.